verklaart u het succes van Heerlijk duurt het langst? Nou, ten eerste omdat Annie Schmidt het geschreven heeft met muziek van Harry Banning. Dat zegt al heel veel, vind ik. En bovendien, ja, de mensen herkennen er allemaal iets in, op de een of andere manier. Het zijn dingen uit het dagelijkse leven, de gewone dingen die kunnen passeren, niet in ieder gezin, maar toch wel herkenbaar voor veel mensen. Van hun eigen leven of van kennis of zo. En dat begrijpen ze dus ontzettend goed. Hij wordt sterk als hij op toon is, maar zijn riffje als hij erin komt, die mag wat harder. Waar het weer niet zo guur is en vies, lig ik fijn in de zon op mijn rug. Om mij heen bloeit de rozemarijn. Ik wil nooit meer naar Holland terug. En ik denk vals, hoe zou het daar zijn, nog zo nat. Nog zo kil. Wat. Ja, en daar mag. Voor. Een accordeon een klein zinnetje. En die. Nou ja, ach, Annie, die passeert. Jawel, die passeert. Ach, ook weer geldt ook voor meerdere mensen, maar. Mensen die er niet meer zijn, die komen hier voorbij. Hier in de Serre en waar dan ook. En. Die zijn er altijd. Die gaan, ergens zijn ze altijd aanwezig. Mensen als ze dood zijn, zijn ze er altijd nog wel. Ze belde op een hele mooie dag. Zo. En ik zat hier te werken. Zo. En ze belde wel eens vaker op. Zo, van babbeltje. En dan in één keer het geluid van Harry. Een beetje dat vragende toontje. Zou jij muziek voor mij bij mijn begrafenis willen componeren? Zo. Dat, hè? Want dat duurt toch altijd even stil zo op zo'n moment. En ik herinner me ook dat ik tegen haar zei van, heb je de haast bij? Ik had haar de dag ervoor nog gesproken, toen ze was jarig. En, ze zat met de hele leesclub was daar. Het was een vrij druk gedoe. Op de achtergrond hoorde ik. Dus ik heb haar nog even toegesproken. En nog even, ja, wat doe je in zulke dingen? Lang leven kun je nog vele jaren. Dat doe je niet meer. Hè? Dat zeg je niet meer. Gewoon een leuke dag gewenst. En doe een mooie strik in je haar. Dat heb ik gezegd. Ja, dit nog wel. Ja. Doe een mooie strik in je haar. Het gaat zo. Daar waar artiesten samen zijn, heerst dikwijls ruzie en venijn. Dat is bekend. Banning bracht ons weer bij elkaar en zei dan, jongens, het is maar amusement. Heer Banning bracht een breed publiek en zeer verstaanbare muziek de jaren door. Maar zorgt ook dat elk nieuw lied steeds weer een verrassing biedt voor het kennersoor. Zijn melodielijn loopt zo goed over de zinnen heen, dat doet geen mens hem na. Wij gunnen deze lieve man vandaag dus graag een stekkie van de Fuchsia. Ik geloof aan een gezonde dosis twijfel. En ik geloof dat ik bij de gratie van de twijfel ook besta. Dat ik me altijd bij alles wat ik doe verrekt onzeker voel met dingen die ik maak. Goed, de laatste jaren is dat ben ik wat afstandelijker geworden, maar toch echt mijn leven lang. Toch altijd met het gevoel gehad wanneer ik met materiaal kwam van God, hoe zullen de mensen dit vinden? Zo. Ook al vond ik voor mezelf al het idee van, nou, dit zal best leuk zijn. En dan vaak tot mijn stomste verbazing dat mensen daar heel enthousiast over waren. Maar zelf heb ik altijd wat gereden twijfel gehad bij alles wat ik doe. En deed. MUZIEK
Ischa Meijer interviewt Annie M.G. Schmid na de reclame.